Hello, we need to go to Light Square, you know? I know. Yeah? Okay. Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Vandaag gaan we onderzoeken of de taxis in Amsterdam een beetje betrouwbaar zijn. Ja, want je hoort nog wel eens van die verhalen dat toeristen soms wel eens worden opgelicht. Dat de taxichauffeur even een rondje extra gaat. Ja. Ja, wij willen dat wel even onderzoeken of dat echt zo is. Dus dat gaan we vandaag doen middels een kleine undercover operatie. We gaan nu even een eerste ritje doen. Ik zeg, laten we gewoon naar het Leidseplein gaan. Dit wordt de nulmeting. We zijn gewoon onszelf. Wij kennen de stad. Ja. Dus dit moet de meest eerlijke rit worden. Precies. We zijn ook gewoon Amsterdammers. Dat laten we duidelijk merken. We kennen de route. Ja. Alleen dan zometeen, na deze nulmeting, nemen we elke keer een steeds andere rol aan. Ja. En kijken of ze je dan benadelen of niet. Ja, precies. Dus we worden nog toeristen. Ja, we worden nog onder invloed. We moeten uiteraard wel vier keer hetzelfde ritje doen. Waar was dit dan? Hoi, Niels Oosbroek? Ja, klopt. Oh, toppie man, dankjewel. Oh, zo. Wij moeten naar Leidseplein. Nou, ik was van de week was ik in Oud-West even naar een bar toe. Ja. Ook wel leuk tentje heb ik daar zitten. Weet ik. Pieper. Zo, Pieper? Kikken. Nee, ook niet, maar... Heel nee, het was wel lang. Meneer, hier? Deze rit is gewoon op de meter, toch? Ja, ja. En ook op rekening. Ja, top. Want je hebt ook twee tarieven, toch, in een taxi? Je hebt tarief 1 en tarief 2, toch? Nee. Ja, nee? Hadden we wel. Maar dat, is... maar dat hebben we wat geleden weggehaald. Oké, tegenwoordig is het gewoon 1 tarief. Ja, dus gewoon één tarief. Ja, toen zei een chauffeur tegen je gaan zeggen van ja, je moet 50 euro betalen vanaf de WTC naar het Leidseplein. Dan word je gemaakt. Ja, net. Gebeurt dat wel eens om je heen? Hoor je dat wel eens? Ja, want ik heb laatst nog collega's gehad dat ik op afgelopen jaar, dus niet TCA-collega's dan. En dan kwamen mensen naar de eerste chauffeur gegaan, de tweede chauffeur. Nou, dan komen ze naar mij toe. Dan krijgen ze gewoon op de meter. Dat is ongeveer plus minus 20 euro. De eerste voor 80 euro, de tweede voor 60 euro. Dan kwamen ze naar mij toe, ja. Holy shit. Ik wist niet eens dat het zo ging, hoor, noem ze dan. Ja, dit is helemaal top, man. Ja, ja, dit super. Is helemaal top. Dit is 15 euro. En 35 cent. Oké. Dan invoeren en dan komt het helemaal goed. Ja, yes. Helemaal dankjewel. Goed. Hey, hartstikke bedankt, man. Ja, fijne dag. Werk ze vandaag. Dankjewel. Yo. Yo's, we hebben nu de nulmeting binnen. 15 euro. We gaan nu eigenlijk exact dezelfde weg terugnemen. Vanaf het Leidseplein naar Station Zuid. Ja, en we zijn ook heel veel wijzer geworden van het eerste ritje. Namelijk, er is maar één tarief. Maakt niet uit. Of het regent, 's nachts, dag of whatever is. Dus één tarief, één vaste prijs. Dus de enige manier waarop ze ons kunnen naaien is door een flinke detour te nemen. Ja. Of om vooraf een prijsvraag te maken die veel te hoog is. En we gaan nu door het leven als twee toeristen in eigen land. Ja, heb jij nog een goed accent die je kan? Mijn accent verandert altijd per zin, zeg maar. Ja, dus iets een beetje zuidelijks. Oké, ja, ik ga gewoon proberen voor het Limburgs. Limburgs? Limburg. Ik kom uit Heerlen. Heerlen. Heerlen, leuk dagje Amsterdam. Ze zeggen, laat me gaan. Dit wordt heel slecht. Slecht, hè? Meneer, kent u Station Zuid? Okay. Allee. Goedemorgen, meneer. Heeft u een prijs of is dat de meter? Meter. Maar ik had niet verwacht dat het zo regenen, hè? Typisch Hollands weer, hè? Zeg, Hollands. Oh, in Antwerpen is het toch anders, hè? Hoe is het in Antwerpen? Het is gewoon een zeer zonnig stad. Heb je geen zin in een broodje? Ik heb wel zin in een klein broodje, ja. Pindakaas? Nee, ik heb mijn pindakaas gegeten. Dus nu misschien nog malen gehad. Heb jij misschien zin in een snicker, Niels? Nee. Waar komt u vandaan, meneer? Ik ben Paxton. Paxton? Ja. Nou, ik kom uit Vlaanderen. Mm-hmm. Ik kom uit Heerlen. Dat is in Limburg, Zuid-Limburg. Dat is heel mooi. Ja? Ja, het is wel rustig en veel natuur en een beetje heuvels. Een tikkeltje bourgondisch, hè? Tikkeltje mayonaise. Met frietjes? Een Vlaamse friet, hè? Extra dikke mayonaise. Daar is een bollekop. Ik ken dus zo'n gast die heeft laatst geboekt in de trein. Oh, echt? Dat is Martijn toevallig. Ja. Martijn, dat is helemaal
Gorg is dat eigenlijk. Trappen brengen, het is fishing. Ah. Oh, ja. Geweldig. Hoeveel is het? 17. 17. Dat is wel echt 2 euro duurder. Dat is wel echt 2 euro duurder. Oké, bedankt Gozer. Dank je wel. Later even. Ik mag nooit meer een accent opzetten. Het is echt heel slecht. Maar ik heb wel echt gelachen om jouw accent. Zo. Je deed het echt goed. Nee, ik deed het niet goed. Nou, deze gozer is echt een fucking zieke oplichter. Ja, ja. Hij heeft precies hetzelfde ritje gemaakt, maar dan voor 17 euro. Ja, in plaats van 15. Nee. We zijn echt keihard gedaan. Nee, dit is, ja. We kunnen ook een conclusie trekken dat zeg maar als je als Nederlander die niet uit Amsterdam komt, word je niet genaaid. Niet door deze ja, het is echt, we hebben echt 100 pogingen gedaan hoor. Ja, het is een diepteonderzoek. Ja, het is echt een diepteonderzoek. Ja. Nee, het is gewoon puur steekproef geweest. Zeker. We gaan nu wel even next level. Hè. We zijn nu gewoon buitenlanders. Ja. Toeristen. Kijk, weet je wat we gewoon zijn? We zijn Russisch. Russisch. Nee, je moet heel zachtjes brabbelen af en toe. 2 woorden. Oké, okay, en dan doe jij de talking. En dan doe ik voor de rest de talking nog. Kan jij Engels met een Russisch accent? Of course. Voor me, we need to go to Light Square. You know where it is? Dit is goed. Dit is goed. Top. Ja? Ja. Oké. Okay. Oké, okay, from now on it is Russia, alright? Hello, we need to go to Light Square, you know? Yeah? Oké. Okay. It's cold, hè? There's only one problem. I cannot put you on the Light Square because it's car free. All right. You have to walk a little bit. All right. Sorry, guy. Прикошка, Moscow FM. Как пошли? Долго. Out here, then you can choose. Here. You can go that way or over okay. This bridge. It's good, here. It's good. There's light square. Light square is here, behind these buildings. Oh, very good, very good. Hey Joost, we dachten even, hey, je slaat linksaf. Ja, was een hele gekke links. Er komt even een diertoertje aan, maar ja. Dat was hem dus niet. Nee, uiteindelijk is het de goedkoopste rit gebleken die we hadden gekregen. Dat was gewoon een shortcut. Ja, ja, dat is 12 euro en een beetje. Ja. Maar ja, ik denk dat we nog één keer even goed kunnen levelen. Ja. Dat is zeg maar, nu zijn we de toeristen, maar dan ook nog eens een keer helemaal naar de kloten. Ja, dus we moeten... Met mutsie op. Muts op, oh ja, die moeten we even halen. Maar echt een stereotype toerist. Ja, die je echt wil uitkleven. Ja. Oh, dit zijn echt zieke stoner mutsen. Die hebben we echt 2 nodig. Ja, hallo. Oh. Ik neem dit. Een hele lelijke zonnebril in de winter. Ja, dan neem ik zo'n rode. Top. Deze 2. Ja, goede look. Ja, toch? Goede look. Dit wordt het. Ja. Dank je wel. Hey, hartstikke bedankt. Oké, we hebben de look, jongens. We hebben de look. Mijn muts. Dit is jouw muts. Ja, dit is... Yes, man. Yes, Amsterdam man. Is really nice. Jamaica, Jamaica. I like it here. Hey, maar als we zo een taxi instappen als de stoner toerist, moeten we ook misschien wel even... 2 seconds later. Yes. Dank u. Nostrovi. Nostrovi. Allerlaatste poging. Ja. We moeten nu toch wel alles een beetje uit de kant. Ja, we moeten een beetje dronken overkomen. Ja, we zijn echt de stereotype partytoerist. Ja. Niet te vervelend doen, want dan wil hij ons meteen uit zijn auto hebben. Alle stereotyperende vragen over Nederlanders die je kan stellen, moet je stellen. We gaan alleen maar domme vragen stellen. Gewoon de toerist. Ja, je kan met ons doen wat je wil. Ja. Kijken of hij een grote detour neemt. Ja, maar goed. Hallo, I'm Jaap. So, does everyone in Holland have wooden shoes? What shoes? Wooden shoes. Sorry, but I didn't understand. Why is everyone wearing hat? Happy? Hat. You're from Holland? Yes. You live here? Yes. Do you also live in a windmill? Windmill? Yes. Yes. We have a lot of windmills here. Yes. Yes. You live there? Oh. No. Oh. Does everyone has internet here? Yes.
war? I didn't know. Are women allowed to drive car here? Yes? Oh. Kazakhstan, no. Where you from? Kazakhstan. There's no possible driving a woman? No. Not every part. No. They cannot drive. It's dangerous. Yes. You want to take the train from the station? Yes. Yes. It's national station, right? Not everywhere goes to train from there. That's what I mean. So, can we go to New York by South Station? No. Oh, no train going there. Where? New York. Are you joking? No. It's Ocean, Pacific Ocean, no Atlantic. How is possible? Only airplane or with the boat. But you can also go with train to England. New York is in England, right? No, in America. No. Estradas. É com a viagem de mil, né? Yeah, believe. Com uma estrada. So, do you know why is Holland flat? We are living in now in Amsterdam, 6 meters under sea level. But where is sea? I don't see sea. Do you have Sahara? No, man, of course not. No? Station is there. So how much it's... 20 euro. 20 euro. 20 euro, okay. You pay? Nou, het is ons wel duidelijk. Zijn we echt keihard opgelicht? Nee, maar we hebben nu wel beduidend meer betaald. 5 euro meer dan normaal gesproken. Ja, deze man, want ik run hem een Google Maps erbij. Dus als mijn navigatie zei, je moet hier rechtdoor voor de snelste en kortste route. Ja. Dus ging ik toch even naar links. En ja. Hier weer naar rechts, ging ik toch nog even rechtdoor. Dus hij maakte een extra lange route om aan die 20 euro te komen. Ja. Hij ging sterker nog, hij ging zelfs de taxistandplaats van het WTC ging voorbij om ons daar af te zetten op een paar euro. Hij had ons hier ook kunnen afzetten en dat is niet gebeurd. Maar goed, het gaat om een paar euro's. Ik denk misschien ook als je rit wat langer wordt. Ja. Huh? Maar ja, wat kunnen we concluderen, Joost? Ja, dat toeristen hier toch wel het meest kwetsbaar voor zijn. Ja, absoluut. Maar je wordt niet keihard opgelicht. Zeker niet op een kort ritje. Ook niet als je de irritante toerist hebt. We hebben wel echt ons best gedaan om dom over te komen. Nou, dat kwamen we. So, can I take train to New York from here? Laat even weten in de comments of je zelf wel een keer genaaid bent in Rotterdam, in Amsterdam, Utrecht of een andere grote randstad, misschien wel in Europa. Benieuwd naar jouw verhalen. En volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe video. Yes, tot dan. Later. Hoi.